Ja, een hele, hele goedemorgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ben ik weer, zondagmorgen. Geen druk, alle tijd. We zijn vandaag vrij. Wat ik meteen kan melden is vorige week donderdag, of nee, moet ik eigenlijk zeggen afgelopen donderdag, hebben wij een bekerwedstrijd gespeeld in Rijssen tegen Excelsior 20, als ik mij niet vergis. En ja, we gewonnen. Door penalties. Ik ga er niet al te veel over uitbreiden, maar we hebben ze doorstaan en we hebben gewonnen. De wedstrijd was geëindigd in een 1-1 uiteindelijk door een hele mooie goal van Clito. Goed samenwerken en ja, daar haalden we geen verlenging eruit, want dat is pas met de finale waar we dus nu in zitten. Wat 8 mei gespeeld gaat worden om 8 uur bij AGOVV. En dan is er wel een verlenging, maar voorheen dus geen verlenging, meteen penalties. Strafschoppen, hoe je dat ook wil noemen. En nogmaals, die hebben we doorstaan. Was wel even een zenuwslopend stukje. En nogmaals, ik wil er eigenlijk niet te veel op uitweiden, maar goed, Nout had erin gepakt en er is iemand die had overgeschoten. Het werd meer spannend. Maar goed, de tegenstander deed het nog minder goed. Dus dan ben je. En dan sta je in de finale. En dan moet je nog terug. S'avonds om 8 uur door de week. En toen ging ik pas om 10:20 naar bed. Maar goed, er hoort er allemaal bij. Voor dit seizoen nog. Voor ons doen, zoals ik al een keer eerlijk gezegd heb, ga ik ermee stoppen. En ja, door de omstandigheden met werk. Het is niet anders. Maar goed. En voor de rest. Zullen we kijken wat uiteindelijk de finale straks gaat brengen. Ik hoop dat we die ook nog even mooi op een streep in kunnen trekken. Het is tegen Kwik 20. Ook weer 20. Kwik 20 in ieder geval. Volgens mij was Kwik 20. En ja, ik ben benieuwd. Die komen overigens volgens mij ook uit dezelfde pool als AZSV, Excelsior en, ja, en Kwik 20. Volgens mij zit die in dezelfde pool voor district Oost. Dus ja, wat nou wat. Nou, voor de rest net een stukje getraind. Was na anderhalf week toch wel eventjes pittig. Ja, ging niet van leien dakje. Maar goed, uiteindelijk ben ik weer geweest en heb ik wat kunnen doen. Top, ben ik liever bezig geweest. Dat is belangrijk. Aan het lopen zitten we even weer niet in. Ik heb weer wat last van mijn kuit. Damn. Daar baal ik wel van, want ik vond dat zo lekker weer, maar ik moet dat met die kuit wel eventjes gaan proberen op te lossen. En ik moet even kijken hoe we dat gaan doen. Maar goed, tot nu toe is het, ja, balen dat ik weer niet kan gaan hardlopen in het bos. Ik vond het zo lekker. Maar goed, we zullen kijken. Nou, en voor de komende tijd
met al die feestdagen en vrije dagen, ja, krijgen we ook weer wat, wat lucht in het doen van dingetjes. Oh ja, de motor is natuurlijk vorige week stuk gegaan. Ik ben inmiddels erachter wat, wat het probleem is. Het is gewoon eigenlijk een of ander veertje van een uurtje of zes. Eurootje of zes. Wat blijkbaar kapot is. Ik heb niet nagekeken, maar alles wat ik heb kunnen nakijken via YouTube. Omdat je daar heel veel op kan vinden over tutorials, over bepaalde zaken. Nou, er kwam er eigenlijk naar voren dat wat mijn probleem is, dat iemand anders dat probleem mooi had weergegeven, wat daar de oorzaak van kan zijn. En nogmaals, ik heb er niet in het blog gekeken. Maar alles wat hij zegt van god, als je dit hebt, dat hebt en zo en zo, dan is dat waarschijnlijk 90% kans dat het probleem is. Nou, van week spulletjes besteld. En als het goed is, krijg ik volgende week of komende week een telefoontje dat ik het op kan gaan halen. Het materiaal. En dan kunnen we beginnen. Dan kunnen we kijken of we het gemaakt kunnen krijgen. Dus het is niet moeilijk. Daar waar het zit, is niet heel moeilijk. Alleen het is wat lastig te bereiken. Dat zal het enige vervelend stukje zijn, dat het moeilijk is, een moeilijke plaats om te bereiken. Je moet een of ander kapje losschroeven en dat kapje kun je dus niet helemaal weghalen, daar waar ik bij moet zijn. Dus dan is het een beetje een hoop puurwerk, zeg maar, zoals ze wel eens noemen. Oh, rustig aan. En ja. Dan. Zo. Dus ja, dat is een hoop wat ik al zei, een hoop puurwerk. Dus misschien gaat het meevallen. We zullen het wel zien. Dus nou, dan gaan we met de competitie in ieder geval de laatste vier wedstrijden in. En ja, voor de rest kijken wat het allemaal gaat worden. Ik ben wel benieuwd. En wat voor een mogelijke gat er komt te vallen als ik niet meer naar het voetballen ga. Of hoef te gaan. Het is toch een bepaald ritme wat je hebt opgebouwd in die zes jaar. Of eigenlijk langer, want ook bij Rotet ben ik ook verzorger geweest. Zeg maar, de afgelopen 10 jaar is het toch een bepaald ritme geweest. Dat je donderdag, dinsdag, donderdag, zondag of zaterdag voorbereidingen. Dat er toch in een bepaald systeem zit, zeg maar. Ja, wat nou niet meer nodig is. Dus dat, dat zal misschien wel een stukje wennen zijn. Maar we zullen wel zien. Daarentegen kan ik dit ochtendpraatje misschien wel wat uitgebreider maken met wat dingetjes. Want ik ben bijvoorbeeld nu al van plan om te kijken. Want er zijn natuurlijk wat opnames gemaakt van die beekwedstrijd. Om die misschien hier in te verwerken. Zou kunnen. Of misschien in de volgende vlog. Heb ik het nu gemeld dat ik het volgende week er misschien in ga monteren. We shall see. Maar dat zou misschien wel een item kunnen zijn. Dat ik wat dingetjes er meer in ga monteren. Dus niet meer zo als nu. Gewoon opnemen, plain erop. Maar misschien heb ik natuurlijk meer tijd om dat iets meer te gaan bewerken. Maar goed, dat zullen we wel zien. Dus even afwachten. Dat dus. Dus, maar goed, vooralsnog. Ik zeg in ieder geval even dikke duim omhoog. En even abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Dan zie je de volgende keer weer terug. En dan ga ik afsluiten. Met een hele korte show. Zoals gewoonlijk. Groeten, duim, abonneren. Tot de volgende keer. Ciao.